Hallo kijkers, wilt hem zien heeft en welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van Batman Arkham Asylum. We gaan vandaag op weg naar de Batcave, omdat we daar iets moeten doen, ik weet niet precies wat. De vorige keer hebben we trouwens heel wat boss battles gehad, ik vond het echt geweldig. En ik heb jullie toen ook de tip gegeven, pas op voor Scarecrow. En ja, ik hoop dat jullie die tip hebben gebruikt. Want Scarecrow is echt een gast die met jou kan spelen. Met je angsten, met alles. Oh, dit ziet er wel mooi uit. Stad op de achtergrond. Batman. Wat ben je aan het doen? Oh. Is dat de Batcave? Even scannen. Ja, het is ons. Man, dit ziet er echt super high-tech uit. Oké. Misschien is dat niet zo slim. Voor andere mensen die erin kunnen komen. Oké. Heel mooi hier. Even kijken. Allemaal water. Aan. Wat aan. Oh, licht gaat aan. En nu? Nu weet ik niet wat. Oh, de bedcomputer. Dr. Young was heading up a project. It was big. Lots of external funding. Here are the last notes she filed. I can't make sense of it. What does it mean? Looks like she was experimenting on the Arkham patients. This new chemical only barely resembles the original venom compound. Oh, dat kan ik nu niet gebruiken. There are a number of changes that appear to amplify the strength of the drug. Multiple references to a Titan formula. What a high-tech small amount to trigger a venom-like transformation in the host, eliminating the need for the storage tank Bane requires. Ik volg het even niet meer, These jongens. Notes aren't complete. The formula is missing. That must be the secret Dr. Young is hiding. If Joker gets his hands on this, he will create an army of 1,000 Banes. Oh. Ja, en eentje was een lastig shot. God. Is Joker crazy enough to do that? Echt wel. What am I saying? You've got to stop him. Zal ik doen. Wat is dat? Butt clue. This grapple attachment can be used to grapple objects from a distance. The bat clue can also attach to enemies. Okay. Okay, Dr. Young. Ja, maar we hebben allereerst even een nieuwe character bios. Van deze gast. Dr. Young. Jongens, hebben we al een pauze als jullie het willen lezen? Zo, dat was dat. She was heading to the mansion with Cash. Dr. Young. I'm going up top via the catacombs. Return to surface via sewer system. Moeten we door het riool, echt. Nou, dat wordt leuk. We gaan door het riool. Ik heb er al helemaal zin in. Oh god. Ja. 3 to select bed clue. Oké, 1. En fire. Een special pull. Aha. Wat een hijack. Wat een high-tech spul allemaal, joh. Batrang. Zo, we krijgen nog denk ik heel wat van die dingen. Ach nou ja. Dat pakt mij op zich even niet uit. Oké, maar we gaan door. Beetje donker hier. The back clue can also be used to pull venting grates of walls. Pull down. Heel mooi. En hoppakee, erin. Bukken. Took a little longer to find them than you figured it would. Try and be more precise next time I'm planning an
Hey, I didn't mean... A criticism I can take. I mean, I'm not perfect. Well, come to think of it, I'm pretty close to perfect, aren't I? Die Joop is toch altijd zo bescheiden, die gast. Oh, yes. Criticism from a world like you. A world who's only crawling around free because I arranged to open his cell is something I will not tolerate. I'm sorry, boss. I didn't mean it like that. Please. Nee, tuurlijk niet. Jongens, ik laat hem maar gewoon even uitpraten, omdat ik het wel interessant vind. But Joker! You got a problem with my generous nature? No, I guess not. Thanks. Oh, don't mention it. Let's just consider the matter closed. Did I ever tell you the one about the guy who came home to find his wife? Hoe lang gaat dit gesprek nog duren van die gast? Zo, de Joker denkt nu dat er niks aan de hand is. Oké, kom op, we moeten verder. Zit hier nog in de gastenpaar? Ja, hier zitten er best wel wat. Wacht even, Batcool can be used in combat, oké. Why are we the ones trying to open it? This is even... Maar, hoppakee. Yeah, hit him again! Oh, ja. Nou, hop, hop. Ik vind de combat echt, ik blijf het geweldig vinden. Hop. Die is neer. En deze is neer. Echt geweldige combat. Max combo. Bonus. Jongens, ik zal niet iedereen neerslaan. Oh, wacht, waar zit? Nou ja, ik heb daar iedereen neergeslaan, dus ik weet niet waarom ik dat zeg. Wat is dit? Do you understand me? Yeah, I hear you, bitch. So when's dinner? I'm getting hungry. Okay. Hey, jongens, als jullie het willen lezen. Zo. Okay. Dus we kunnen meer van die dingen vinden. Heel leuk, ik ga er niet aan zoeken, jongens. Maar als we ze toevallig tegenkomen, ga ik ze zeker pakken. Oh, wij moeten die kant op. Maar waar gaat die kant naartoe dan? Allereerst naar een tand. Nee, we moeten die kant niet op. Maar waar gaat die kant wel op dan? Oh! I will find you. Rip your flesh like paper. Oh. Door locked. Ja, lijkt me wel. I've been digging deeper into Dr. Young. According to her bank records, there've been multiple payments starting last April until 2 months ago. Then nothing. Oh, the payments came from a company owned by a Mr. Jack White. One of Joker's oldest aliases. So, Joker pays Dr. Young to create his army, and then all of a sudden he stops. Doesn't make any sense. Joker zelf maakt. Maakt geen ene sens. Ik weet niet. Open die deur. We zullen er wel achter komen. A puzzle has many sides, but only some are visible. Ja. Yeah. Jongens, als ik er toevallig tegenkom, het antwoord van dat, dan zal ik hem oplossen. Maar ik ga echt niet op zoek naar al die dingen. Oh, volgens mij is dat hem. Nou, ik zie iedereen. Ik zie diegene. Ik zie dat ding wat we zoeken. En daar zie ik hem ook. Hey, this is weird. The payments to Dr. Young's account didn't stop exactly. They were declined. Dr. Young put a block on her account. Sounds like she had a change of heart. She tried to block the payments. Joker doesn't like it when his partners try to back out. So he decided to get himself back to Arkham, find his formula, and create the army himself. Exactly.
Aha, nou dat zegt... Dat is toch iets duidelijker. This area is falling apart. It's not safe to use the grapple. I need to climb up. The old-fashioned way. I've hacked into her email accounts. Two mails stand out. The first is a resignation letter dated last week. Sounds like she was trying to get away. And the second? A message from Joker. Well, Jack White. It's a long thread. She's begging him to stop the experiment. Says it's too dangerous. He's not listening. Let's see. Random threats to her family. A couple of bad jokes. A picture of a dead baby and a threat. Go on. He says, I'm coming for you. I want what I paid for. And then another joke about wheelchairs. Lovely. And a drawing of some kind of donkey. No mystery why she's so scared. I'm coming up to the surface. I'll find her. Ja. Als we door dit riool überhaupt doorkomen. Want dit is niet mijn favoriete plek om te wezen, Batman. Dat je dat even weet. Ik ben niet zo graag hier. In het riool. Oeh. Oké, we hebben het ding. Dat is er weer een. Challenge completed. Can you do more? Nou, als het kan. Character trophy unlocked. Ik weet niet wat het inhoudt. Maar, jee, we hebben wel unlocked. En nu? Oh, daar. Ja. Beter om mee heen kijken. Nou. Er zal toch iets moeten wezen waarom we hier naartoe kunnen. Oh god. Behalve dat we kunnen vallen. Want ik denk niet dat dat de bedoeling was. Dat we moesten vallen. Oké, nou kunnen we dat hele stuk weer gaan doen, joh. Dat kost me echt zoveel tijd. Nou, hop. Hop. Gelukt. Dat was de bedoeling, dit. Hoppakee, zie je nou wel weer? So what was it that gave it away? The big green glowing question mark? Ja. Even kijken. Approach the edge while crouching to trigger the climb down move opinion. Oké. Nou, laat me vallen. Zo. Destroy 5. Hadden we al lang gedaan, man. Zo. In ieder geval, hop. En nu. Die kan dat. Ik moet echt denken aan Assassin's Creed hierbij, joh. Hij hebben we dan niet van deze gadgets. Oké. En weer een. Can you hear that, detective? It's the sound of me clapping at your success. Oh, you can't? That's because an idiot would have found that trophy. Hier ligt ook niks. Oké. Oké, dan die kant op. Ja. En nu. Nu hebben we niks, want we moeten die kant op. Denk ik. God, nee, niet nog een keer alles. Please. Geef mij een checkpoint. En die heb ik. Nou, kijk, het spel luistert steeds beter naar mij. Dat is toch helemaal goed. Dat is precies wat je wil van een spel, dat het naar je luistert. Ja, volgens mij moeten we ons straks even laten vallen, vanaf daar. Oké, er moet een reden zijn waarvoor wij hier naar boven kunnen. Hoppakee, weer een. En weer iets unlocked. Dit zit hier helemaal vol met die dingen, joh. Jongens, als ik ze toevallig tegenkom, zal ik ze dus meenemen. Maar anders, ja, dan niet. Ik ga er niet echt specifiek naar zoeken. Anders ben ik volgend jaar nog niet klaar. Ik ben sowieso volgend jaar niet klaar met deze game nog. Wat volgend jaar best wel snel is. Het is alweer bijna een nieuw jaar.
Oké, laat vallen. Oké, dan heb ik een idee. Dan heb ik een idee en dan zitten jullie nu waarschijnlijk te denken van, dit wordt helemaal niks. Dit wordt helemaal niks. Nou, dit wordt wel wat. Want mijn idee is denk ik goed uitgevoerd. Maar ik wil eerst even weten wat hier is. Wat is hier? Oh, de plek waar we naartoe moeten. Maar daar kom ik hier zo meteen wel naartoe. Want ik wil eerst even dat ding daar hebben. Ja. Dat was een beetje een fail. Nou ja, ik laat me gewoon vallen. Even escape. Hoppakee. Dan ben ik weer terug op die plek, hierboven. En nu? Kijk, dit was een mooie set. En Scarecrow unlocked. Wat leuk. Have to escape. Dan ben ik weer boven. Dan hoef ik die hele klim niet meer te maken. Zo, waar zijn we? Oh ja, hier. Ja. Ik heb denk ik een idee. Dat kan niet, hè? The bricks keep crumbling to dust. The grapple won't work. Looks like I am going to have to climb. En kunnen we hier omhoog? Nee, nou oké. Dan zou ik niet weten hoe ik bij die ene moet komen. Nou, klim maar omhoog, Pepper, en dan gaan we verder. Jammer voor die ene. Ja, heel jammer. Maar ik zou anders niet weten. Oké, dan gaan we gewoon even kijken. Redden we dit? Nee. We redden dit niet. En ook niet met die klauw. Dat ik mezelf daar naartoe kan trekken. Ja, dit is echt uitzoeken, jongens. Maar als we zulke dingen krijgen, ja. En ik kan hem niet pakken, ja, jammer. Oké, laatste poging. Oké. Nee, dat wordt hem dus niet. Dat wordt hem dus niet. Oké. Nou, dan gaan we. Verder. Open die deur. En ik zie hier wat liggen. Wat is dit? Patient Session 2. Patient name Waylon Jones, a.k.a. Killer Croc. So, is this the part where you try and reason with me? Find out why I did it, Doc. We're here to help you, Mr. Jones. You got a cure for me then, Doc? Can you make me normal? Normal is a poor choice of words. No one's really normal, are they? Figured as much. So, how about this, Doc? You let me go now, and I won't eat you. You don't really eat people. It's just an urban myth. Oh, you think? Keep believing that, Doc. En toen is opgegeten. Of niet? Ja, jongens. Ik laat het toch een keer zien, al die tekst. Want volgens mij is het precies hetzelfde als net. Oeh, bijna alweer een nieuwste upgrade. Sterker nog. We hebben de nieuwste upgrade. Of niet? Nee, volgens mij net niet. Bijna. Er staat nog niet upgrade. Dus. Aha. Oké. Ik weet al wat ik moet doen. Spray je maar. Nee, zo. Detonate. Goed zo. Oeh, dat was close.
Open door. Return to servers via server system. Helemaal goed gedaan. En nu? Locate Dr. Young. Ja, dan moet ik eerst weten waar ze is. Ding dong! Joker again! Don't worry about the bat. I put a few surprises along the way if he decides to turn up and spoil the fun. Ja, heel leuk. Maar waar is die mansion? Oké, daar is de mansion. Ja, heel leuk, maar... Oké, hoe moet ik lopen? Oké, deze kant op. En dan... Ja. Helemaal goed. Oh, and if you hear a shot in the dark, don't worry. There's very little chance of you getting hurt. A bad hunt. Still, you might want to check your health insurance. Ha ha! Who am I kidding? You don't have any! Snipers. Looks like the okay. Black Gate thumb has access to the armor. Omhoog. Oh, kijk, een upgrade. Geweldig. Daar zat ik al op te wachten. Ik vind dat we nu een upgrade hierin moeten doen. Wat is dat? Veteran Power. Kun je upgraden? Twin. Dit is not available. Remote. Die lijkt me cool. Dat je kan besturen. Oké, 1 tot 8 select gadget. Aim, throw en dan steer. Oh, kijk. Dat is degene die we kunnen besturen. Maar even kijken, hoeveel gastjes zijn hier? Wat nou? Als ik deze neem. Dan ga aimen. En dan throw. En dan gaan we besturen. Ja, dat was hem niet echt. Oh, er zit een cooldown op. Weet hij dat ik er ben? Nee. Kijk, daar kan ik zo inspringen. Maar deze. Komt er een aan, hoor. Kan ik hem trouwens ook naar mezelf gooien? Ja, die staat weer op. Ding 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 ding. Pas op achter je! Domme gozers ook echt. Nou, dan wachten we weer even. Nee, die halen we zo wel. Ik ga het nu niet proberen. Tom. Waarom ik dat zeg, weet ik niet. Tom. Nou, nu gaan die waarschijnlijk daar kijken. Oh shit! Hij heeft mij gevonden! Oh! Dat is wel leuk. Hier omhoog. Een interview. State patient interview. Subject has no recorded name. Alias listed as the Joker. In the room is Warden Sharp and myself, Dr. Young. Oh, is this another one of those boring psych evaluation tests? No, it's not. So, you're the famous Joker. In the flesh. So, Doc, do you want me to look at the implants again? The first one is a kitten I had when I was a child. The second is, let's see, a dead elephant. The third is a... Funny. Now let's skip the jokes. Skip the jokes? Hey, Sharpie, didn't she get my permanent record? Be quiet, clown. Every doctor that has ever interviewed you claims a different type of psychosis. Everything from multiple personality disorders to, well, the list is endless. I do my best. Well, I don't believe it. Anything can be cured given the correct treatment. And
me? Oh, I know I can. Oké, ik wens haar veel succes. In ieder geval, jongens. Zet maar op pauze als jullie het wouden lezen. Maar wij moeten die gasten nog even pakken. Zo. We zijn mooi geheeld. Oké, kom op dan. Jij denkt dat je slimmer bent dan ik? Ja, die pakken we zo niet. Oké. Hoi. Ja, beter achter je kijken. Kan ik er trouwens ook eentje naar mezelf gooien? Dan moet ik even een langere tocht maken. Oké. De bocht. Nee, dat kan niet. Oké. Ja, it was the bed. Nu is hij weg. Want ik wil graag kijken of ik deze kon pakken. Nee, dat kan niet. Oké. Kunnen we hier naar binnen? Nee. Weten ze dat ik er ben? Yep. Oké, een stukje naar achter. Oké. Silent takedown. Bij deze gozer. Oh god, ze hebben mij gezien. You want some? Oh, stun attack! Ja, hier, ga liggen. Jij. Ga ook liggen. Dan gaat deze nu nog, hè? Nou, kom maar. Kom op, Batman. Stun attackje. You're gonna bleed back. Mooi. Oh, dat was close. Nou ja. Dan maar healen. Op weg naar de mansion. Zo, dat is ook weer gedaan. The legendary of the Island has been well and truly buried. Hit him again! Oh god! Oh god! Oh! You want somebody? Sla ze neer, gast! Goed zo! Is he okay? Dat is er weer een. Hoppakee. Deze nog. Nou, dat was dat. Oh. Zal ik jullie even helpen? Ja, die leven niet echt meer, denk ik. Maar ja, laten we doorgaan. Oké, hoe ver nog? Nog een stukje. I guess the bat is back. I've got a couple of men in the guard towers covering your movements. But be careful. Talents for each trigger finger. Oh god. Well, you know. Misschien er op mij. Bam.
god, ik moet jou neer hebben. Hey. Neer jij. Ding dong. Hey, edit a few. Station interview 17. Joker remains uncooperative. My earlier diagnosis remains true. I believe he enjoys his persona too much. What's up, Doc? Today I thought we'd try something different. Oh, you make me blush, Doc. I have a girlfriend. Dr. Quinzel, I know. I've seen the tapes. I saw what happened. What can I say? I'm a charmer. Anyway, I thought it would be good to talk about your childhood. Oh, ever heard of romance, Doc? I don't give up the goods for free. You'll have to try harder. What are you hiding? Didn't you hear me? Scratch my back, Doc, and, well, I won't have you wrapped in plastic and left in a gutter. Okay. Heel mooi. Joker would like to announce that as of today, all Arkham guards have been fired due to budget cuts. Hoppakee, snel daar naartoe. Bam. En nu dat ding. Bam. So the great detective has solved the 10% of my challenges. Are you ready to give up yet? Nee, echt niet. Als ik er nog meer toevallig tegenkom, dan zal ik ze meenemen. Maar anders, mwah. Any available psychos, killers, maimers and murderers that are in the old mansion? Wie zit er maar? God. Dat komt niet goed zo. Kom op, sneller. Oh god, snel deze. Oké. Nee, jij. Phew. Die gastjes met een gun zijn echt vervelend. Now that I'm in charge, I'd like to hear all your feedback on the place. I'm especially glad that they're and I hope it helps all become more productive in our task of taking over. Oké, hier naartoe. Well, look who it is. Ben Batman. Big bad Batman. Come on, tough guy. Come and get us. Oh, look at him. Stuck out there. Ain't you got a cat to rescue from a tree or something? That's right. Go on. Get lost. We're in control. Joker will finish you off. Okay, wacht even. God, jammer. Anders was het wel mooi geweest. Maar, en nu? Hier kom ik niet naar binnen. Hey, ideetje. Nee, dat is geen goed ideetje, Batman. En nu? Ja, we moeten naar buiten. Hier komen we niet in. Dan nemen we de old school way. Het is wel heel erg ouderwets deze manier. Maar het werkt nog steeds. Got to be another way in. There always is. Just need to look around. Yep. Okay. Ja, maar ik weet ook wel ongeveer. Dat hij hier ergens op het dak is, maar ik weet niet precies waar. Hij is hier op het dak. Dat is gewoon zeker. Maar waar op het dak? Hallo again, boys. It's me. Please remember to take good care of all our hostages. There's no good one dead. However, is het hier ergens dan? A cut there won't go miss.
Nou, daar is een beetje te gevaarlijk. Misschien hier. Waar is een ingang? Het is toch ook niet zoveel wat ik vraag. Gewoon even een makkelijke ingang. Waar ik in kan gaan. Dit gebouw in kan gaan. Ding dong! Warden Joker would like to announce that as of today, all Arkham guards have been fired due to budget cuts. Werkt dit of werkt dit? Gevonden. Omhoog. Ja, die klauw heb ik nodig. Pushen. Joker here. Hoppakee. Now, I'm in charge, I'd like to hear all your feedback on the place. I'm especially okay. proud of the decor, and I hope it helps you all become more productive in our time taking over. Okay, breaking and entering. I can't believe Batman just left. Yeah, the stinking coward limped off, cape between his legs. Yeah. Take him on. He wouldn't stand a chance. Yeah, yeah, me too. I'd rip his head off and give it to Joker for a paperweight. Dude, always sucking up to the boss. What's that supposed to mean? You heard me. In ieder geval, kijkers, de volgende keer gaan wij die gastjes die daar staan even goed een lesje leren op de Batman Way. In ieder geval, dat zien jullie de volgende keer. Volgens mij volgende vrijdag. In ieder geval, voor nu ga ik zeggen, kijk eens even een duimpje omhoog. Help je mij, help het kanaal mij. Abonneer als jullie nog niet zijn geabonneerd. En dan gaan we de volgende keer die gastjes eens mooi in elkaar slaan. Op de Batman Way. Om te laten zien dat wij geen, ja, mietje zijn. Of wij niet laf zijn. In ieder geval, voor mij valt er nu maar één ding te zeggen. En dat is, doei!